Geen lange wachtrijen, maar je kon nu ook niet echt zeggen dat het rustig was. Groningen ging vandaag naar de stembus voor de provinciale en de waterschapsverkiezingen. Tot vanavond 9 uur kunnen stadjes hun stem uitbrengen in een van de tientallen stembureaus in de gemeente. Een van de locaties waar het kan is hier in deze kantoorunit voor het hoofdstation. Loopt lekker aan. Ja, ik had het rustiger verwacht, maar het blijft gewoon lekker doorlopen. Ja, klopt. Dankjewel. Voor mij is het heel erg belangrijk, want elke stem is er weer één. En de partij waar ik voor kies, die zal maar net één stem tekort komen door eentje die niet is gaan stemmen. Oké, okay. Dank u wel. Het was voor mij best wel een lastige keuze. Ik heb zelf gekozen voor D66 of de PVV. Ik heb uiteindelijk toch voor de PVV gekozen. Want ik vind dat we moeten uit Europa en ik vind dat Brussel veel te veel bepaalt voor Nederland. Dat er veel te veel geld naar het buitenland gaat. Een ander stembureau waarvan de deuren vanochtend om 7:30 open gingen, is te vinden in de kantine van het Willem Lodewijk Gymnasium. Daar wandelden vanochtend verschillende mensen binnen. Was het een moeilijke keuze? Nee, voor mij niet. Ik wist van tevoren naar wat ik stemmen wilde dus. U heeft zich er ook goed op voorbereid? Ik heb wel even meteen aan de nagekeken. Ja, goed. Vooral het waterschap vond ik interessant dat we er mochten stemmen. Nou. Belangrijke thema's hier in Groningen, de aardgaswinning, de windmolens. Heeft het ook een rol gespeeld bij de stem die u uitgebracht heeft? Nee, niet zozeer. Nee, ik woon hier in de stad, dus ik heb er van nabij niet zoveel last. Maar het is wel een heel belangrijk item, natuurlijk. Op een dag als vandaag zijn er natuurlijk ook mensen die voor het eerst mogen stemmen. Angela de Boer is één van deze mensen. Als leerling van het WLG kon zij gewoon naar de aula lopen om daar voor het eerst in haar leven een hokje rood te kleuren. Ik ben net 18 jaar, dus dat is best wel bijzonder. Maar ook best wel leuk om te doen, denk ik. Hoe bereid je je daarop voor? Eigenlijk heb ik niet zo heel erg voorbereid. Ik heb eigenlijk mijn ouders een beetje opgevolgd, om zo maar te zeggen. En ik heb natuurlijk de stemwijze gedaan. En daar kwam eigenlijk toevallig hetzelfde uit als mijn ouders. Ja, kijk, één stem op zich stelt natuurlijk niet heel veel voor. Maar als je al die stemmen samen neemt, dan krijg je natuurlijk een heel groot effect. Dus stemmen is wel heel belangrijk om je mening te laten blijken. Het is natuurlijk een van de hoofdprincipes van de democratie. Terug naar het stembureau op het hoofdstation. Daar is ondertussen een meneer uit Brabant binnengewandeld. Ik heb gewoon mijn eigen ding bij me. Dan gaat het niet lukken. Kan ik in de eigen gemeente stemmen. Ja. Nou zeg. Ik had erop gerekend. Ik kom uit Brabant en we zijn in Nederland. Dus je zou toch denken dat je overal moet kunnen stemmen. Het was een prachtig initiatief om dit op stations te hebben. Maar goed, het gaat dus niet. Ook op het Willem Lodewijk Gymnasium is ondertussen wat reuring ontstaan. Daar willen namelijk deze 13-jarige scholieren maar wat graag hun stem uitbrengen. Oh! Ja, dat zijn geen goeie, want ze zitten wel met elkaar. Ondanks die ongeldige stempas is de voorzitter niet de beroerdste en mag Rieke Bosma voor het eerst in haar leven het stemhokje in. Red het Noorden. Oh, maar hij mag er niet in hoor. Oh, jammer. Oh. Zal ik hem meenemen? Ja, ja, is goed. Als ik de burgemeester zie vanavond, dan geef ik hem misschien wel. Ja, okay. Maar nu ben jij nog ontzettend jong, je mag eigenlijk nog helemaal niet stemmen. En waarom vind je dat toch zo belangrijk? Omdat het heel veel op het nieuws is. En ik vond het grappig om te doen. En niet alleen jij, want ook je klasgenoten volgens mij, hè? Ja. Komende nacht wordt de eerste uitslag verwacht. De definitieve uitslag van de verkiezingen zal binnen een aantal dagen volgen.